Dinsdag opende het filmfestival van Gent met Drunk van Thomas Vinterberg. Hoewel er weinig gedronken zal worden achteraf, is iedereen blij dat het festival toch kan doorgaan. Het zijn spannende tijden voor iedereen die een evenement moet organiseren. En ook een sector die heel erg onder de invloed is van de coronacrisis. Woensdag is de première van Familie, de verfilming van het toneelstuk van Milo Rauw met Philip Peters, Anne Miller en de kinderen. Vrijdag is de Belgische première van Kom hier dat ik u kus, naar het gelijknamige boek van Griet Op de Beek. Ik vind Kom hier dat ik u kus echt een supermooie film geworden. Dus ik ben zo blij dat mensen die gaan kunnen zien. En ik kan alleen maar hopen dat mensen, eens dat die in de cinema is, geen angst gaan hebben. Ik ben zelf al heel vaak naar de cinema geweest en ik heb mij altijd zo veilig gevoeld. En ik hoop dat mensen dat ook gaan doen. Zaterdag is het de beurt aan L'Ennemi van Stefan Streker met onder andere Bruno van den Broeke, Peter van den Begin, Jeroen Perceval en Sam Loewijk. En naar goede gewoonte zijn er ook enkele Belgische kortfilms in competitie. Is dit de eerste keer voor jullie op het festival? Al de 50 keer. De eerste keer dat jullie genomineerd zijn? De duiden. Jij bent genomineerd voor de beste regisseur. Ja, het is voor de Sabam Awards. En het is wel speciaal voor mij, want vorig jaar was ik hier met Cleo te gast op de Sabam-avond. Dus nu een jaar later. Maar ja, ik ben sowieso gewoon blij om genomineerd te zijn. Alexander de Croo is hier. Ja, maar ik vind het interessant. Ah. Hallo. Pieter. Heel kort interviewtje, even. Wat zei je? Mag ik even een kort interviewtje? Goh, de film begint hier niet echt nu. Ja. We gaan nu beginnen. We gaan de film straks.